Ongeveer 50 studenten verzamelden zich donderdagochtend op het stationsplein in Nijmegen om mee te lopen in de klimaatmars en zo hun onvrede te uiten over het in hun ogen gebrekkige klimaatbeleid. Student en initiatiefnemer Olaf Kemerink haalde inspiratie uit de klimaatprotesten in Den Haag. CO2 is er mee! Hey, lekker! We hadden gezien die protesten in Den Haag, dat al die 10.000 scholieren daar stonden. En toen dachten wij van, nou ja, wij kunnen met studenten, voor ons is het ook heel belangrijk. En waarom zouden we iedere keer helemaal naar de Randstad moeten als we ook gewoon in Nijmegen kunnen blijven? We beginnen hier nu op het Stationsplein en lopen naar het Kronenburgerpark en daarna lopen we weer door naar het stadhuis. Ja, iedereen is enthousiast. Dus en dat merk je hier ook wel. En we hopen dat dat zich vertaalt naar grotere demonstraties volgende keer. Halverwege de route werden de jongeren in het Kronenburgerpark door verschillende sprekers toegesproken. Onder andere een klimaatwetenschapper stak de jongeren een hart onder de riem. En ook hier klonk kritiek op de eerdere uitspraken van Mark Rutte, toen de minister-president zei dat Nederland al veel voor het klimaat doet. Ja, natuurlijk kan je meer doen. In Nederland loopt achter. In alle landen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie en op klimaatmaatregelen. En ook de industrie en de multinationals worden consistent ontzien, worden gewoon niet aangepakt. Dus dat we niet meer zouden kunnen doen is gewoon onzin. Er zouden gewoon serieuze maatregelen moeten worden genomen. We moeten gewoon serieus genomen worden. Dit kan zo niet langer. De klimaatstaking werd afgerond voor de deuren van het stadhuis. Over een week zal er opnieuw een mars gehouden worden. Dan zullen er ook scholieren aansluiten. Raadslid Eline Laret van de Partij voor de Dieren vindt de kritiek dat scholieren daarvoor niet mogen spijbelen onterecht. Ja, ik vind dat onzin. Ik vind het echt complete nonsens. Dit zijn jonge mensen die zich enorm zorgen maken om hun toekomst. En op het moment dat je ze gaat opleiden voor een toekomst die er niet is, waar ben je dan mee bezig? Deze mensen maken zich oprecht zorgen en terecht zorgen ook. Dus laat ze alsjeblieft demonstreren en laat gewoon de wereld zien. Stel hen in staat om hen te laten zien wat er aan de hand is en hoe erg zich zorgen maken en dat er ook iets moet veranderen. Laat hen dat uitdragen. Onze jongeren monddood maken, dat is niet de oplossing.